Vorige wedstrijd tegen Turkije ging het geweldig achterin. Nu in de tweede helft helemaal niet. Ben je het met me eens? Nou, we hadden heel veel moeite, dat is duidelijk. Maar ik denk niet dat het alleen met de achterhoede te maken had. Voetballend hadden we veel moeite, zeker de tweede helft. Maar als we de lange bal gingen spelen, hield het bal ook niet vast. En ja, daardoor werden de ruimtes groot en zijn daar heel goed mee omgegaan. Ik denk dat we blij moeten zijn dat het 2-2 is gebleven. Ja, dat klopt. Want als je kijkt hoe die wedstrijd kantelt, in de eerste helft een half uur goed gespeeld en dan leek het helemaal in de tassen zitten. En dan dat na afloop, of na in de tweede helft? Ja, nee, dat klopt. Dat verval is natuurlijk veel te groot. Ja, nogmaals, ik ben blij dat het 2-2 is gebleven. Ik wilde absoluut niet verliezen. Nou ja, dat is gelukkig gelukt. Ja, er zijn wel een hoop dingen die denk ik verbeterd moeten worden. En we zullen deze wedstrijd analyseren. En ja, we moeten dinsdag weer. En dan kunnen we laten zien dat we in ieder geval van deze wedstrijd geleerd hebben. Wat moet er beter? Ik bedoel, ja, het moet natuurlijk beter, maar wat dan precies? Hoe verbeter je dat? Nou ja, de tweede helft ging er echt heel veel mis. Dus dat is nog niet voorgekomen, denk ik. Ook niet onder deze trainer. Ja, dat zal beter moeten. En ja, waar dat aan ligt. Ja, Japan speelde ook wel een goede wedstrijd, maar wij hielpen ze ook wel in het zadel, denk ik. En ja, de tweede helft werden we eigenlijk een beetje overlopen. En dat gevoel, dat voelde eigenlijk heel slecht. Sloeg de paniek ook toe? Nou, het eerste kwartier na rust waren ze alleen maar op onze helft. En dan wil je eigenlijk proberen wat balbezit te houden en in ieder geval tempo bij hun eruit te halen. Maar ja, dat is misschien 5 minuten gelukt, maar toen was het ook weer over. Dus ja, dat zou gewoon beter moeten. Dat was een wijze les, denk ik, vandaag. Vond je het een goed team, dat Japan? Want ze leken op een gegeven moment uit alle hoeken en gaten te komen met snelle passes en overal vandaan. Vond je ze goed? Nou, je weet dat ze conditioneel ijzersterk zijn en dat hebben ze vandaag ook wel laten zien. En ik denk dat wij daar zeker nog een stap in moeten maken. Ze hadden heel veel vertrouwen. Dat zag je de tweede helft. En dan ging ook... De eerste helft niet gek genoeg? Nee, maar wij hielpen ze in het zadel. En wij kwamen de voetballer niet meer uit. En ja, we hielden ook geen ballen vast. En ja, goed, zij speelden dat gewoon heel goed uit. Snel terug naar Nederland. Ja.